Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het vrijdagavond en het is voor jullie een speciale video. Ik wil namelijk af en toe op de vrijdagavond om 7 uur een video gaan uploaden. Gewoon omdat het kan. Vrijdag, het is bijna weekend. Het is eigenlijk al weekend. En hier moeten we van gaan genieten jongens. En dat kan ook met mijn video's. Ik heb vandaag voor jullie een What's in my school bag / What's in my bag. Dus op zich hetzelfde als dat ik meeneem naar school. Alleen mijn laptop en mijn schriften zitten er dan niet in. Maar voor de rest is alles hetzelfde. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw beginnen. Goed, deze tas is van de New Yorker. Deze tas was normaal €25. En heb ik gekocht voor een tientje. Hij was mega goed in de afprijzing. Het is een hele stevige tas. Hij zit hier vastgeklipt. Je kan hem ook openklippen. En dan is het dus gewoon een wat grotere tas. Maar hij loopt nu een beetje in een smalle vorm naar boven. Hij heeft wat gouden details aan de handvaten en aan de zijkant en de rits is goud. En het is een hele stevige, goede tas. Nou is het natuurlijk zo dat je hem niet vol moet gaan laden met mega zware spullen, want dan houdt geen ene tas het. Kan ik je vertellen uit ervaring. Maar ja, ik zou zeggen, laten we heel gauw beginnen met de tas. Allereerst dit kleine dingetje wat ik hier aan heb hangen. Dit dingetje, dit is een splitter voor headphones. Normaal doe ik die in mijn tas, maar ik raak hem altijd kwijt in mijn tas. Dus ik denk, als ik hem nu gewoon hier aan hang, dan raak ik hem ook niet meer kwijt. Dus dat is gewoon heel erg chill. Dus dat heb ik in ieder geval eraan aan de buitenkant. Voor de rest hangen er geen sleutelhangers en dat soort dingen aan. Goed, laten we heel gauw beginnen met het grote vak. Het vak ziet er eigenlijk aan de binnenkant als volgt uit. Het is gewoon één groot vak. Hij heeft aan deze kant zo'n heel klein telefoonvakje. En aan deze kant hier heeft hij een klein ritsvakje. Maar daar doe ik eigenlijk niks in. Nu zit mijn OV erin, omdat ik die nog vergeten ben terug te stoppen in mijn portemonnee. En in die hele kleine telefoonzakjes zit eigenlijk helemaal niks. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met eerst alle kleine spullen. Ik ga gewoon alles uithalen wat ik in mijn tas zie. Ik zie allereerst mijn portemonneetje en dan denk ik, portemonneetje. Ja, ik heb dit hele schattige kleine portemonneetje gekocht bij de vrienden van Blijdorp. In natuurlijk Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En zoals sommigen van jullie wel weten, ben ik gek van olifantjes. Dus check hoe cute dit is. En echt alles past erin. Al mijn pasjes zitten erin. En er zit nog wat losgeld in. En meer heb ik eigenlijk niet nodig. Het is ook een kleine sleutelhanger. Want ik heb mijn sleutels hier aanhangen. Omdat ik eigenlijk altijd met mijn sleutels loop te rommelen door mijn tas. Ik ben ze altijd kwijt. En ja, nu hoop ik ze gewoon niet kwijt te raken. Dan heb ik oortjes. Altijd nodig natuurlijk. Zonder oortjes word ik echt gek. En zonder oortjes zou ik serieus gewoon terug naar huis gaan. Als ik geen oortjes bij me heb, ik heb het een paar keer gehad. Als ik geen oortjes bij me had, ben ik gewoon terug naar huis gaan om ze te halen. Of ik ben ze ergens snel gaan kopen. Want geloof me, ik kan echt niet een dag zonder oortjes. En zeker niet op school. Dus dat is heel erg chill. Dan heb ik een powerbank. Deze is van de Action. Ik vind hem super leuk, omdat het lijkt net een houten blok. En het is startje als je het dingetje aanraakt. Gaat hij aan en gaat hij opladen. Hij laadt trouwens alleen op als de stekker erin je telefoon zit. Anders doet hij niks. Hij loopt dan ook niet leeg of zo. Je kan hem ook niet uitzetten. Hij gaat vanzelf. Ik heb een beetje de hik, jongens. Sorry af en toe. En ik heb natuurlijk een oplaadkabel. Dus die heb ik ook altijd nodig. Dan heb ik dit super schattige tasje. En dit komt ook van de Action. Ik ben Action verslaafd, jongens. Al bijna alles wat hij in zit is Action. Echt waar. Dit tasje van de Action staat op Amazing. Super schattig tasje. Heeft ook een gouden detail. Dus dat vond ik wel heel erg leuk passen bij mijn tas. Dan gaan we eens even kijken wat hierin zit. Pakje zakdoeken. Ik heb hier wat van die hele dunne, super handig to go maatverbandjes / inlegkruisjes. Is ook altijd nodig. Wij meiden hebben meer in onze tas dan jongens ooit nodig zullen hebben, geloof me. Wetties. Brillendoekjes, omdat ik een bril heb natuurlijk. Nog meer pleisters. Dan heb ik deze twee tabletten. Dit zijn laxerende tabletten. Die moet ik één keer per dag nemen. En deze kleine tabletjes, dit is Tempo Cool. Heb ik wel eens eerder in video's over gehad. En die tabletjes zijn eigenlijk op basis van pepermuntolie. En die verzachten buikpijn en buikkrampen en maagklachten en zo. Werkt heel erg fijn, voor mij in ieder geval. Dus als je PDS hebt, is het echt een aanrader. Het werkt echt heel erg goed voor mij. Dan heb ik een concealer. Een nagelvel.
Afterbite voor insecten. Dit is super handig, want dit is gewoon een roller. Dus hij is super, super klein, maar heel erg fijn om te gebruiken, zeg ik eerlijk. Lang leven alle insecten. Dan gaan we natuurlijk de wind in de zon het minder krijgen. Dan heb ik dit hele schattige kleine luchtje. Is bijna op, dus ik moet weer een keer een nieuwe halen. Even kijken hoor jongens, wat heb ik nog meer? Ik heb een lipstick. Deze is van Essence Long Lasting nummer 7. Staat er toevallig een naam op. Natural Beauty heet die. Ik vind deze heel erg mooi. Ik vind het een hele mooie kleur. Hij is gewoon een beetje naturel roze. Dan heb ik deze Baby Lips Balm & Blush. Super, super fijn ook deze. Gebruik ik echt bijna elke dag. Nou ja, ik denk dat ik hem wel elke dag gebruik. En dan zitten er nog heel veel pennen en stiften in mijn etui. Die ik natuurlijk altijd moet gebruiken op school. En last but not least. En eigenlijk het belangrijkste wat er in dit tasje zit. Dan kan ik eigenlijk de rest nog thuis laten. En alleen dit moeten meenemen. Mijn USB-stick voor school. Hier zit al mijn werk op. Als ik dit kwijtraak, jongens, dan heb ik echt een mega groot probleem. Even een stukje goed doen. Oh. Dan heb ik echt een mega probleem als ik dit kwijtraak. Dus dat is eigenlijk wat er allemaal in dit tasje zit. Eigenlijk een beetje een rommeltasje van alles en nog wat. We gaan verder met het volgende. Goed. Het volgende in mijn tas. Let me check. Alle tasjes en dingen. Oh, wacht. Ja. Natuurlijk altijd nodig een hele kleine deo. Een hele kleine schattige roller. Super, super leuk. Dus die heb ik ook altijd bij. Ik haat die hele grote flessen deo in mijn tas. Ze nemen zoveel ruimte in. Dus ik heb altijd een heel kleintje bij me. Dan hebben we mijn agenda. Deze komt bij de HEMA vandaan. Was 6 euro. Ik heb een beetje last minute gekocht toen alle schoolspullen al weg waren. Een beetje dom. Ik was natuurlijk helemaal vergeten om een agenda te kopen. Maar die heb ik. Hier zaten eigenlijk allemaal plaatjes in. Want hier kan je dus allemaal dingen in doen. En die heb ik zelf ingedaan. Ik heb hier een map van Parijs ingedaan. En deze kant heb ik de kerstkaart van vorig jaar van Maus Rio ingedaan. Super leuk om ook lekker bij te hebben. Eerst vond ik hem heel kinderlijk. Maar ik dacht, ja weet je, het is de binnenkant. En het is maar een agenda, dus wat maakt het uit? Het fijne wel aan deze agenda vind ik dat dit zo'n dingetje zit. En die kan je dus zo omslaan en dan weet je waar je bent gebleven. En ik kan jullie vertellen dat ik de laatste tijd heel erg georganiseerd ben in mijn agenda. Ik gebruik hem weer heel erg. Ik ben benieuwd hoe lang. Vaak koop ik een agenda en dan gebruik ik hem daarna niet meer. Maar ik ben toch wel blij dat ik eentje heb. Dan heb ik een schrift. Dit is gewoon een A4 schrift volgens mij. Ik weet niet eens waar deze vandaan kwam, jongens, eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. Volgens mij heb ik deze een keer bij de Libera gekocht of iets. Dit is gewoon eigenlijk mijn collegeblok. Ik schrijf hier van alles en nog wat in. Alle notities die ik maak. Ik heb geen aparte dingen. Ik schrijf gewoon bovenaan een bladzijde de les die we hebben. En de datum van wanneer ik notities heb gemaakt. Verder maak ik hier ook een oefenopdracht in. Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een opdracht gekregen waar ik nou mee bezig ben. En alle papieren die we krijgen, die stop ik hier eigenlijk. Eigenlijk stop ik die hier gewoon achterin. Dan hoef ik ook niet meer een map rond te zeulen. En wat ik dan thuis doe is, als ik het nog nodig heb, dan laat ik het hier in zitten. En mocht ik het niet nodig hebben, dan stop ik het hier gewoon netjes in een map. Dat ik het wel altijd heb als ik het bijvoorbeeld een dag een keer nodig heb. Dan last but not least en het zwaarste. Ja, bijna last but not least. Mijn laptop. Ik wissel eigenlijk heel veel tussen mijn HP laptop en deze. Deze is best snel leeg en is iets zwaarder dan mijn HP laptop. Maar ik moet je zeggen dat ik de MacBook gewoon het fijnste vind om te gebruiken. Dus die neem ik eigenlijk altijd mee naar school. Ik ben hier super super blij mee nog steeds. En het werkt gewoon hartstikke goed. En op zich gaat hij best wel een hele dag mee op school. Weet je, je bent niet continu op je laptop bezig. Je schrijft ook en je doet allemaal dingen. Dus het gaat op zich heel erg goed. Ik heb hem trouwens zelf beplakt. Dit is gewoon een tape. Die heb ik een keer bij de Lidl gekocht volgens mij. Was 8 euro, was een hele grote rol. En ik dacht, hoe tof is het om het gewoon zelf aan te kleden, mijn laptop. Nou moet ik zeggen dat hij niet helemaal netjes is beplakt. Want sommige hoekjes en dingen die missen. Maar ik vind het toch op zich netjes gedaan. En het Apple logo heb ik eruit gesneden. Dus als de Apple logo ligt, als die aanstaat, dan komt het hier ook doorheen. Superleuk. En er zijn meerdere mensen met een MacBook die in mijn klas zitten. Dus zo weet ik altijd dat dit de mijne is. Dus dat is wel gewoon heel erg fijn.
Dan stop ik deze even gauw weer in mijn tas. Want anders raak ik echt alles kwijt. En dan hebben we nog één ding in de tas zitten. En dan is de hele tas klaar. En dat is natuurlijk mijn telefoon. Niet te vergeten, jongens, als ik deze thuis laat, dan ga ik sowieso terug naar huis toe. Dus ook al heb ik oortjes bij me. Tja, dit is mijn telefoon. Misschien denken sommige mensen, hè, je had toch een iPhone of je had toch een Samsung J3. Dat klopt. Maar ja, ik heb nogal een beetje lopen switchen de afgelopen tijd met telefoons. En mijn opa had een telefoon, dat was deze. Die was best heel erg snel leeg. En ik zie mijn opa niet elke dag met een powerbank lopen. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga gewoon switchen. Hij heeft mijn telefoon gekregen. Deze telefoon gaat iets langzamer mee. En mijn J3 ging dus wat sneller. Dus we hebben even geswitcht. Was een heel gedoe. Maar dit is dus tegenwoordig mijn telefoon. De Samsung S6. Ik heb er op zich niet heel veel rare dingen op zitten ofzo. Ik heb gewoon een doorzichtig hoesje erop en mijn popsocket. En ja, ik ben op zich heel erg tevreden. Hij gaat op zich enigszins lang mee. En ja, ik loop toch altijd met een powerbank op zak. Dus het is op zich geen probleem voor mij. Dat is eigenlijk alles wat er in mijn tas zat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. En hebben jullie nog ideeën voor mij van, joh, misschien moet je dat in je tas doen. Of hebben jullie compleet andere dingen in je tas zitten? Let me know in de comments. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. En geniet van jullie weekend, jongens. En het is vrijdagavond, dus er komen heel veel leuke dingen op tv. En ook zaterdagavond. Dus geniet ervan. En ik zie jullie zondag weer bij een nieuwe vlog. Doeg!